Belachelijk. Ik denk dat het achterhaald is. Een heel slecht idee. Het advies aan de gemeenteraad zou ik zeggen, niet doen. Ik denk niet dat een megalomaan project als dit succesvol gaat worden. De bewoners die gisteravond op een door de gemeenteraad georganiseerde bijeenkomst in het stadhuis afkomen, zijn kritisch over de Hollands Outlet Mall. Dat is een futuristisch outletcentrum van 31.000 vierkante meter, dat moet verrijzen op de locatie van het huidige woonhart. Het centrum kost 150 miljoen euro. En jaarlijks moeten er minimaal 6,5 miljoen bezoekers komen. Het stadsbestuur is voorstander van de komst van het outletcentrum. Maar Zoetermeerders vrezen voor onder meer grote verkeersoverlast. Als je 20.000 bezoekers verwacht op een zondag... Ja, dan betekent dat de bereikbaarheid van onze kerk ook slecht tot zeer slecht zal worden. De wegen in Zoetermeer zijn er helemaal niet op berekend. Er is veel weerstand tegen de komst van het outletcentrum. Ondernemers in Zoetermeer en in de regio vrezen dat de HOM, zoals die ook wel wordt genoemd... Ten koste gaat van bestaande winkelcentra en binnensteden. Veel bewoners snappen die angst wel. De leegstand die we nu in Zoetermeer uh, stadshart hebben, zeg maar, nou, vul dat eerst op en ga dan eens kijken wat je verder kan doen.